Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe serie. Ik ben samen met Nando. Lekkering! Zeker lekkering. We gaan iets super vets doen. We gaan namelijk een Pokémon serie doen. Pokémon Scarlet en Violet. Surprise, Cage Lock. Je mag hier alvast spelen, hè, Nando. Oh, oké. Dan ga ik mijn karakter kiezen. Het lelijke blonde haar. We gaan een Cage Lock doen en niet zomaar een Cage Lock. Verkeerde knop. Surprise Cage Lock. Jazeker. Noem je jezelf nou Lekkering? Oh ja, ik was alweer vergeten. Oh kut, dat kan niet. Niet genoeg letters. Wacht. Kan ik nog terug? Juist. Ik wil mezelf Lekkering noemen. Maar dat kon niet. Nee, maar als ik nou... R-I-R-I-I-I-N-G. Dan kan die wel. Nice. Hoppeteing. Hoppeteing. Oh, ik wist niet dat je al gelijk vanaf het begin change look kan doen. Ik ook niet. Dat wist ik ook niet. Dat zag ik nu ook. En toen dacht ik ook van, huh? Oh, wacht. Nee, dat is wel zo, ja. Want dat hebben we volgens mij ook toen de game released... Hebben we dat ook wel gedaan? Ik heb sinds de game release heb ik nooit meer het begin gespeeld. Wauw. Maar valt wel te begrijpen. Nee. Ja. De dialoog is gewoon heel erg lang en langdradig. Ach ja. Ook gelijk haarstijl. Ik vraag me af, heb ik al gelijk de DLC haarstijl? Denk het niet. Oh, dat is wel echt min. Oké. Ik doe wel deze. Is prima. Yes. Oh, ik had eigenlijk confirm moeten doen, denk ik. Nee, boeien. Oké, dialoog. Ik denk dat jij al bij de dialoog bezig bent. Nee, oh, heb je mijn scherm niet openstaan op je tweede scherm? Jawel, maar ik heb allerlei andere tapjes ook openstaan. Oké. Nee, jij bent verder dan ik. Nou, we zijn eigenlijk op hetzelfde plek. Oh, ja, prima. We hadden allebei de enrollment gebeuren. En nu hebben we allebei de stamp van onze school. Waarom is die voor jou goud en die van mij zilver? Omdat ik een coole boy ben. Pot voor drie. Pot voor drie dubbeltjes. Wat de bedoeling is van de Scarlet and Violet Surprise Cage Lock... is dat we een Cage Lock gaan doen, maar niet zomaar. We gaan een surprise-achtige Cage Lock doen. En wat dat eigenlijk inhoudt, is eigenlijk... dat we elke Pokémon die we vangen, volgens de Nuzlocke-regels, gaan surprise traden voor een Pokémon. En ja, we weten dus niet wat daar door ons team wordt. Het is heel spannend. We doen wel zonder dupes, dus als je een dupe krijgt, mag je die lekker opnieuw surprise traden. Dat lijkt me wel net zo fair, ja, toch? Ja. Ja, vind ik ook. Oh, je kan dit allemaal wegklikken, shit. Jij kan gewoon verder gaan als je wil, want het begin wordt er toch wacht. Yeah. Oeh, ik zag lekkere lag bij jou. Lag? Ja. Yeah. No way. Nee, dan krijg je zien Palmo nou, of een van die. Dus eigenlijk gaan we dus surprise traden om ons team te creëren. Daarin spelen we, normaal is een Cage Lock, na elke gym speel je een battle tegen elkaar met één van al je Pokémon. Ja. En degene die wint, die houdt zijn Pokémon. Degene die doodgaat, of die verliest, die moet zijn Pokémon inleveren, zeg maar. Die kan niet meer meedoen. Eigenlijk hetzelfde als met Nuzlocke-regels. Ja. En die mag dan een reward voor die ene Pokémon kiezen. En met de reward bedoelen we dan een van de volgende drie dingen. Een revive, dus als je Pokémon doodgaat dat je hem kan revive en dat je hem dan nog een keer kan gebruiken. Of een held item. Of TM usage. Dat zijn dus drie dingen die je van tevoren niet al mag gebruiken. Ja. Dat maakt het eigenlijk een Cage Lock. Je krijgt een punt als je een Cage Lock wint. Normaal zijn er 8 gyms. Nu vind ik, maar dat wou ik met jou overleggen, dat we voor elke 18 mogelijkheden een cage match doen. Dat maakt het wel spannender.
Het maakt het en spannender en ook leuker, denk ik. Juist, juist. Gewoon hoe meer battles, hoe meer vreugd. Inderdaad. Als we de champion hebben verslagen, dan hebben we een 6-to-6 battle. En degene van die battle wint, die krijgt 3 extra punten. Hoppeteng. Hoppeteng. Wanneer je ook punten kan krijgen als iemand wide-out. Dus als je eigenlijk al je mons verliest. Ja. Ja, kijk, en je kan nog wel verder gaan met de Pokémon die je in je box hebt. Maar goed, de tegenstander die krijgt een punt daarvoor. Krijgt dan een punt, ja. Ja, ja. Eigenlijk een beetje de wat je met Sandering had. Precies, wat ik met Sandering had. Juist. Dus dat zijn eigenlijk de gewone regels. Er zijn een aantal dingen die het lastig maakt. Dat is omdat het surprise trade is. Zijn de Pokémon die je krijgt kunnen een te hoog level zijn. Wat met obedience best wel een probleem kan zijn. Mm-hmm. En aangezien het allemaal op originele hardware is, zeg maar, is het ook niet dat we eventjes wordt het kunnen pieken heksen naar een level waar die wel obedient, zeg maar. Yep, yep. Dus dat maakt het lastig. En wat het nog meer lastig maakt, er zijn hier geen duidelijke routes. Ja, inderdaad. Daardoor is het dus lastig wanneer mag je wel een nieuwe Pokémon vangen, wanneer mag je niet een nieuwe Pokémon vangen. En daar had ik eigenlijk nog niet echt een goed idee voor. Ik weet niet of jij dat wel hebt. Ik weet niet zo goed, want je hebt maar een aantal gebieden. Ik weet ook niet. Trouwens, even tussendoor, moeten we nicknames geven? Nee. Oh ja, het is een. Het is een Nuzlocke natuurlijk. Oké, dus dan hou ik die optie aan. Oh, trouwens. Nee, dat hoeft niet. Want we krijgen de Pokémon. Oh ja, dat is waar ook. Are you sure dus, you want to skip? Yeah. Dus die dat kan eigenlijk niet. Uit. Okay, dat doen we gewoon niet. Dan maakt het wel gelijk weer een stuk makkelijker. Hoef je niet over je nickname te bedenken, want. Degene die ruilt, die geeft het. Ja, nu is het eigenlijk gewoon een kwestie van het spelen tot de Union Circle, denk ik. Ja. En dan kan je ruilen, toch, met elkaar? Oh, ja, dan gaat het open. Ik durf alleen niet te zeggen of je al gelijk kan surprise treden, maar... Ja, dat moeten we even uitvogelen, want dat weten we niet zo goed. Nee, ben ik nog dingen qua regels vergeten? Nou, we hebben geen level cap, maar sowieso boeit het niet, want als we gaan vechten, wordt alles level 50 automatisch. Precies. Healing items mogen we in battle gebruiken? Ja, je mag alle usable items mag je gebruiken, alleen items, zeg maar. Health items bedoel ik, die kan je niet gebruiken. Nee, precies. En dan komen we voor X items. Ja, in theorie mag je die gebruiken. Ik gebruik ze nooit. Ik heb nog nooit van mijn leven een X-item gebruikt. Maar in theorie zou dat wel mogen. Alleen ja, tegen elkaar kan dat toch niet. Dus. Nee, precies. Dus eigenlijk alleen als je geen mon wil verliezen. Precies. En kijk, het gaat natuurlijk uiteindelijk om die cage-punten. Maar buiten die cage-matches en die punten daarvoor... wil ik wel gewoon dat jij gewoon... het haalt, zeg maar. Juist. Ja. Dus, Nando gaat verliezen. Nee hoor, redden. Dat denk ik helemaal niet. Ik ben eerder bang voor mezelf. Oh, joh. Jij redt het vast wel. Nou. Dus games zijn niet super moeilijk. Nee, oké, dat is waar. Over terrestrializen. Ik denk dat we alleen in de allerlaatste battle... moeten terrestrializen en de 1v1's niet. Oké. Je zegt alleen in de laatste battle. Bedoel je dan de champion? Onze laatste battle bedoel ik. Oh, zo. Oké. Dus... Je mag in-game gewoon terrestrializen wanneer je wilt. Oké. Nee, dan dat is duidelijk dan. Oké, wat betreft de routes... als ik op de interactive map kijk op Serbi, yeah. Er staan echt een heleboel, maar heel veel van die locaties hebben gewoon geen encounters.
Je hebt dingen als, even kijken. Nou, om maar de eerste te pakken, Alfornada, dat is de stad van de Psychic Gym. Je hebt in die stad heb je geen encounters. Oké. Maar denk je dat die interactive map wel heel erg helpt met het kiezen van waar je Pokémon kan vangen? Het ding is, het staat allemaal op alfabetische volgorde. Oh, dat is helemaal niet handig. Nee, dus je kijkt ernaar en ja, je weet je god niet. Ja, ik weet bijvoorbeeld als je in East Province bent, dat is zo fucking groot. Als je daar maar één Pokémon opvangt, dan wordt het wel een karige pool waar je uit kan kiezen. Nou ja, misschien dat we dan ervoor moeten kiezen dat we elk gebied een stuk of twee of drie vangen of zo. Ja, dat kan ook. En dat maakt het nog chaotischer. Dat je per gym badge een aantal mag vangen. Oh, maar dat vind ik een veel beter idee. Dat je zegt, voordat je gym 1 doet, mag je er, ik veel, 2 of 3 vangen. Ik zou gewoon na elke badge 3. Oké, ja. Prima. Ja? Of ja, eigenlijk voor elke badge 3. Ja, voor elke badge. Ik denk dat dat verstandig is. En dan, dat vind ik een goed, dat vind ik een goeie. En dan even een vraagje, want we hebben natuurlijk, we krijgen ook een soort van badges voor de Titan Battles en voor de Team Star Captains. Mm-hmm. Tellen we die ook mee als die, badge? Okay. Ja, zodat we echt gewoon 18 cage matches hebben, zeg maar. Oké, oh ja, dat is waar ook. Dus dat is dan 18 keer 3. En mijn hoofdrekening is niet zo top, maar dat is denk ik iets in de 50. Dat is 30 en dan plus 44. 54. 54. Oké, nee, dan is dat prima. En in principe krijgen we nu al de eerste Pokémon. Maakt niet uit welke we kiezen, want we moeten toch overruilen. Wanneer krijg ik Running Shoes? Als je net een stukje voorbij de eerste NPC bent gelopen. Oh ja. Dan mag je ineens rennen uit het niets. Toch wel gek dat je rival echt al een aantal games niet mag nicknamen. Ja. Ik weet niet meer, mocht je dat er wel in Sword and Shield? Nee, dat is Hop. Ah ja. Had ik altijd zo'n rijmpje, maar dat is een beetje TOS. Terms of Service. Dus die zou ik maar niet te hard omschrijven. Ja. Oké, nou, ik ga voor. Ik ging in het begin van de game ging voor Sprigatito. Maar ik ben nu echt gewend om voor Fuecoco te gaan. Ja, jij hebt natuurlijk al heel vaak deze game opnieuw gespeeld. Dus jij kan mij gewoon vertellen waar ik naartoe moet. En dan vind ik het allemaal prima. Exact. Nou, ik kan je zeggen, Fuecoco is bij verreweg eigenlijk de beste starter in deze game. Mm-hmm. Want zijn laatste evolutie heeft Torch Song. Dat zorgt ervoor dat elke keer als je die move gebruikt, dat je special attack omhoog gaat. Dus eigenlijk is het een X-item plus je doet damage. Oké. Het is dan niet zo sterk als een Nasty Plot, wat je special 2 keer omhoog boost per keer. Mm-hmm. Maar dan mag de pret niet drukken. Het is, voor de rest is het een goede type op zich. Fire, Ghost. Een beetje Chandelure. Alleen dit ding heeft wat meer HP. Ja. Nou, en eigenlijk maakt het niet zoveel uit waar je dingen vangt. Want we doen al met die regel drie encounters voordat je een badge hebt. Dus daar hoeven we niet echt op te letten. Wat we zo wel eventjes moeten gaan checken. Mm-hmm. Want nu hebben we die... dat ruilgebeuren hebben we nog niet. Nee. Dus we moeten helemaal tot aan die Union Circle. En dan moeten we even kijken hoe dat gaat werken. Want volgens mij is er niet een optie voor Wonder Trade. Maar je kan wel Link traden online. Ik weet ook niet zo goed wat dan verstandig is. Oh, is er geen Surprise Trade in deze game? Dat is de... Ja, dat weet ik niet zo goed meer. Pokémon. Volgens mij wel. Want we hebben het toch wel Volgens mij had ik het getest. Surprise Trade? Ja, volgens mij heb je dat wel getest trouwens, ja. Oh, dan is er niks aan de hand. Oké. Maar ik zat even tussen stressen. Baco Fles. Baco Flessing.
Even kijken, waar staat dat? Het duurt lang, Nando. Je moet even die turbo aanzetten. Ja. Yeah. Hoe kan je het ook weer... Wat ik ook echt achterlijk vind, is dat je niet je... De volgorde van je moves kan wisselen. In battle. In battle, ja, maar dat is al heel lang zo, hè. Dat kon al sinds Diamond and Pearl niet meer. Dat begrijp ik echt niet. Dat moeten ze veranderen, vind ik. Ja, ze moeten. Ze hebben in deze game kan je ook geen battle animaties meer uitzetten. Ja, dat vond ik ook echt raar. Onbegrijpelijk. Heb je nog een leuke kerst gehad? Ja, ik heb een hele leuke. Ah, ik heb een superleuke kerst gehad, alleen was ik gisteren een beetje ziek. Oh shit. Iets minder leuk. Nee, maar echt. Maar, verder heb ik een leuke kerst gehad. Ja, prachtig, prachtig. Ja, ik ben een beetje. Nou ja, ik wil niet saai noemen, maar. Het was een beetje. Het was niet echt een viering met de familie. Oh. Maar dat vond ik ook niet echt erg. Want, ik had wel een beetje zin in wat rust. Wij hebben het op kerstavond hebben we het eigenlijk gevierd met de familie. Mm-hmm. En gisteren ben ik dan nog uit eten geweest met het gezin en mijn oma. Nou, gezellig. Ja, ja, het was ook heerlijk. All you can eat sushi. Oh. Nice. Het restaurant waar wij toen naartoe zijn gegaan. Atlantis, toch? Ja, nee. Ja, daar zijn we dan niet geweest. Ja. Dan moet je ook nog lopen. Dit was echt... je hebt een smartphone app, je scant de code. En ze komen het allemaal brengen. Ah ja, zo eentje heb je in Udo ook. Dat is super nice. En dan... De keuze was niet echt reuze. Als in, okay. Je had heel veel keuze. Maar alles wat kwam was wel echt lekker. Oké, lekkering. Echt lekkering was dit. Ja, lekkering. Ik ga even kijken of er nog potions zie op het strand liggen. Ik denk het niet, maar... Weet je wat trouwens wel echt super nice is? Bedenk me nu. Nou? Dat we dus gewoon kunnen trainen door van die auto-battles te doen. Ja, zeker. Oh, dat is zo nice. Zee! Oh, kut. Ik heb de eerste Pokéball. Oh, de Nuzlocke is ingegaan voor mij. Ja, maar nog niet echt, want je hebt nog geen traded Pokémon, hè? Dus je hebt je echte team nog niet. Nee, dat is waar. Deze Pokémon mogen gewoon nog doodgaan, want die horen nog niet bij het team. Weet je wat we dan zeggen? Lekkering! Lekkering! Maar je kan misschien wel alvast een Pokémon vangen die je kan traden straks. Dat is waar. Ik denk dat het... Nou, ik wil uniek zijn, dus ik vang dan zometeen een biggetje en dan vang ik nog iets anders. Misschien een Diglett. Oh, trouwens... Dat is ook zo. Dat is een regel die Xander en ik altijd gebruiken, maar die hebben we nog niet besproken. En je moet me even zeggen wat je ervan vindt. Ja. Wij tellen shinies altijd als extra encounter. Oh, ja hoor. Ja? Ja hoor, prima. Oké, en wat doen we dan? Gebruiken we dan de shiny die we tegenkomen? Of gebruiken we, of traden we die shiny voor een willekeurig Pokémon? Oh, dat is wel heel lastig. Laten we de shiny gewoon gebruiken. Ja, dat snap ik wel. Dan kun je het weer afvinken op je mooie lijstje. Precies. Ja, oké, dan vind ik het wel prima hoor. Mm-hmm. Want, ik ga er niet moeilijk over doen. Maar dan moeten we er niet actief naar hunten. We moeten er toevallig tegenkomen. Ja, precies. Dus, maar goed, we gaan ook niet hunten naar... Hoe heet dat gebeuren ook alweer? Ivies? Outbreaks. Urban Mystica. Oh, Urban Mystica. Nee. Maar ja, dat kan je toch eigenlijk alleen maar in de postgame. Oh, dat is ook nog een belangrijke. Ja. We gaan tot en met de professor, toch? Oh nee, wacht. We gaan tot en met de champion. Wat zeg ik nou? Ja, tot en met de champion. Maar moeten we ook nog de Team Star en de Titan verhaal afronden? Want als je al die badges hebt van de stories, dan heb je nog één battle tegen... Nee, je hebt Penny en je hebt Arvin. Moeten we die doen? Wat vind jij? Eigenlijk maakt het geen donder uit, want die gaat eigenlijk alleen maar voor die badges. Ja. Ik zeg, het hoeft niet.
Nee, voor mij hoeft dat ook niet. Nou, mooi. Dan zijn we erover uit. En in principe hebben we 18 battles tegen elkaar. Dus we hebben nog wel wat battles te gaan. Precies. Dat nou, eigenlijk... Ja, en dan nog battle nummer 19 als full team battle, hè. Dat is na de champion. Oh ja, ja, dat is waar. De final battle voor 3 punten. De final battling. Hopping. Nou, ik ben benieuwd wat ik als eerste krijg. Een Caterpie of een... Oh nee, wacht, Caterpie zit niet in de game. Is mijn eerste mon een Scatterbug? Zoals gewoonlijk. Dat zou wel zeer zuur zijn. Zeker, omdat je maar 3 Pokémon krijgt. Ja, zekering. Maar goed, voor die eerste gym kan het nog wel. Mm-hmm. Ik dacht wel dat de Terrierse in de Bug Gym rollout heeft, maar... Dat, ja... Dan heb ik altijd nog een andere mon. Ik hoop maar niet dat ik veel van dezelfde type krijg. Dat... Dan word ik een beetje verdrietig. Ja. Oh, een Furkin. Een Furkin. Het is niet zo'n roze. Nee, ik wil zo'n roze. We moeten zo'n roze ding hebben. Ik heb in ieder geval vast een revive gepakt als ik een revive kies. Als ik win. Oh, ja. Dus als ik ooit moet kiezen, dan zie ik wel goed. Kijk, oh ja, we moeten ook nog zo meteen tegen die... heet die mon ook alweer? Squawfet. Moeten we vechten zo meteen. Dat is gelukkig de enige Pokémon waar we tegen moeten vechten. Dus, de rest is gewoon lekker chill. Een beetje kijken. Ik heb een Lechonk. Hey, Lekkering! Lekkering, Lechonk. Wauw, Lekkering. Eigenlijk hoef ik het gewoon niet meer te zeggen, want het wordt gewoon in het game gezegd. Precies. Heerlijk. Oh, ik word nou al helemaal krankjorum van die Nimona. I like niet zo'n Nimona. I don't mind. Alleen ja, ze is wel echt veel van de battles. Dat had ik wel elke keer als ik die game weer opnieuw ging uitspelen. Elke keer als je die gym had gehaald, dacht ik, ah nee, nu moet ik weer tegen de Mona vechten. Met haar weak ass team. Precies. Op een gegeven moment, dan heeft ze een Lycanroc. Mm-hmm. En ik heb dan die vuurstarter. En dan denk ik, oké, dit wordt easy. Doet ze Excelroc? Doet het paupers veel damage? Denk ik, what? Dat is toch niet mogelijk? Dat is niet normaal meer. Dit is niet normaal meer. Ik heb al wat nieuwe sound effects toegevoegd voor mijn Twitch. Nice. Ik had er nog iets bedacht, maar ik ben hem wel weer vergeten. Maar volgens mij was het een meme. Maar ja, ik kom er even niet meer op. Maar ik dacht er vandaag aan. Ik dacht, oh, die moet ik ook eventjes opschrijven. En wat doe ik? Ik schrijf het niet op. Niet opgeschreven, nee. Nee, het was ook echt paupersdruk. Iedereen die is op vakantie. En wie gaat werken? Nandering. En dan ja, zijn er niet zoveel mensen die aan het werk zijn. Ja, dan wordt het ineens een stuk lastiger. Ja, ik wil zometeen, als mijn cutscene afgelopen is, deze aflevering gaan beëindigen. Ja, ja. En dan de volgende aflevering. Denk je dat we de volgende aflevering al kunnen surprise treden? Dat denk ik wel, want het is echt, je loopt een grotje door. Mm-hmm. Je krijgt dan Swift of zo als DM. Ja. Je vecht tegen Arvin voor de eerste keer. En dan kan je eigenlijk al direct naar die Pokécenter lopen. Je hoeft niks te battelen. Okay. Maar wat wel verstandig is, want je hebt het vark al gevangen om gelijk je derde mon zo meteen te vangen. Ja. En dat kan je of in de cave doen, of je kan ervoor kiezen om... op die route op bij de Pokécenter iets te vangen. Ja. Oké. Ik ga gelijk het stomme hoedje afdoen. Ja, dat is een goed idee. Oh, dat is een knop. Ik wil je bedanken voor het kijken van de eerste aflevering van de Scarlet and Violet Surprise Cage Log met Nanowing. Tot de volgende keer. Adios, amigos.